Hallo, mijn naam is Susanne en ik ben rondleider hier in het Stedelijk Museum Alkmaar. Vandaag neem ik je mee naar mijn favoriete werk, mijn lievelingswerk uit het museum. Het is een werk van Arnold Conneau uit 1915, een interieur. We zien een vrouw in een blauwe blouse. Haar blik is omlaag en zij is een brood aan het snijden. En zij lijkt helemaal verzonken te zijn in die dagelijkse taak. Je ziet een gedekte tafel met een bordje, een kommetje of een kopje, een grote broodtrommel, achter haar een klok, een stoffen lamp. En als je goed kijkt, zie je de gordijntjes van een wieg. Ik stel mij zo voor dat haar zoete baby daar ligt te slapen. Ik word zelf altijd heel erg rustig als ik naar dit schilderij kijk. En dat is niet alleen vanwege de gedachte aan die zoet slapende baby, maar ook vanwege het kleurgebruik. Het blauw in combinatie met het geel en de lichtval die op de tafel valt. Voor mij is het helemaal in harmonie. En ik kan me ook goed voorstellen dat de jonge vader, Arnold Conneau, dit voor zich zag aan de ontbijttafel en dacht: dit moet ik vastleggen voor de eeuwigheid.